Elk paard is gespannen op hun eigen manier, maar het blijft belangrijk dat je de gehoorzaamheid, controle en de basis goed in orde hebt, zodat je dit snel kan afvloeien. Op wat voor manier jouw paard ook spanning uit, een stuur, gas en rem blijft belangrijk. Heb je paard gehoorzaam genoeg om de spanning makkelijk te kunnen laten afvloeien, dan kan je hier altijd op terugvallen in verschillende situaties. Of dit nou is in situaties met onrust van buitenaf, of wanneer je je paard moeilijkere oefeningen gaat aanleren waarbij ze spanning opbouwen. Mocht het paard zich op de verkeerde manier aanspannen, dan worden oefeningen ook op de verkeerde manier aangeleerd. Oefeningen kunnen verkeerd worden aangeleerd als het paard zich ook op de verkeerde manier aanspant door te veel spanning. Een ontspannen paard krijg je niet alleen maar door lang en laag rijden, want een ontspannen paard is vaak ook een aangespannen paard. Er zijn genoeg oefeningen die je thuis kan trainen met je paard om hem gehoorzaam genoeg te krijgen dat wanneer hij spanning opbouwt of als er zelfs vervelende situaties ontstaan je op de juiste manier kan handelen. Tempocontrole is een erg belangrijk punt om je paard ontspannen te krijgen. Zolang je paard doordramt of terugduwt tegen jouw beenhulp heb je altijd spanning in het lijf. En kan je zeker niet snel genoeg de spanning laten afvloeien mocht je paard schrikken. Maak veel overgangen en tempowisselingen om dit te trainen en vergeet zeker de volte lijnen en diagonalen niet te controleren. Nagevelijkheid kan heel veel bepalen over hoe jouw paard ontspant. En hierin geldt nooit hoe losser, hoe beter. Blijf spelen met de houdingen en wissel wat vaker linker- en rechterstelling af. Zorg dat je op de korte zijdes de houding hoger of lager kan bepalen. En heb je dit thuis goed voor elkaar, dan zal je paard makkelijker nagevelijker worden en hierdoor de spanning sneller afvloeien. Stelling, buiging en lengtebuiging spelen ook een grote rol in het ontspannen van een paard. Wanneer je paard naar beide kanten goed kan buigen, is het ook beter voor de ontspanning. Een jong paard wat spanning heeft, rij je namelijk ook op de volte totdat het ontspant. Ook paarden die zich afsluiten omdat ze niet ontspannen zijn, kan je door middel van de volte en buigingen vragen om ze alerter te krijgen op je hulpen. Zeker als je hier overgangen en nagevelijkheid vraagt. Belangrijk is dat je de tijd neemt voor de controle op je lijn. Je paard mag namelijk niet te veel van je lijn aflopen wanneer je deze oefening aan het doen bent. Ontspanning is een stukje basis wat in je gehele training een belangrijk punt blijft. In elke situatie en in elke klasse moet je dit gewoon in orde hebben. Neem daarom elke dag je goed de tijd voor en zo krijgen jij en je paard het vertrouwen in elkaar.